Odette Vrijters van Atelier Odette organiseert bij boerderij Het Geertje in Zoeterwoude cursussen in het maken van raku aardewerk. Het belangrijkste onderdeel is het raku stoken. Raku stoken is een techniek die uit Japan stamt. Je werkt met de elementen water, vuur en aarde. Het betekent vreugde, geluk, voldoening, maar ook comfort en eenvoud. De glazuuroplossing moet langdurig geroerd worden, omdat het poeder snel naar beneden zakt. Om tijdens de raku-stookdag een optimaal resultaat te behalen, worden de werkstukken van tevoren gevormd van een chamotklei. Daarna wordt het werk gedroogd en biscuit gestookt. Op de raku-stookdag worden de werkstukken geglazuurd. Glazuren kun je op meerdere manieren doen. Om decoraties te maken, of gedeeltelijk te glazuren, kun je het werkstuk kwasten of afplakken met tape. Om het hele werkstuk van glazuur te voorzien, kun je het werkstuk overgieten met glazuur of je kunt het in het glazuur dompelen. Het is ook mogelijk om het werkstuk zonder glazuur in de gasoven te doen en het hete werkstuk daarna met paardenhaar in te branden. Dit zorgt voor een grillig patroon op het aardewerk. Yeah.
Na het glazuren gaan alle werkstukken in een gasoven die binnen een uur tot 980 graden Celsius wordt gestookt. Het raku-stoken op een goede temperatuur is belangrijk. Oplettendheid en concentratie is dan ook gewenst. Als deze temperatuur is bereikt, moet de oven nog 10 minuten op ongeveer dezelfde temperatuur blijven. Dit laatste wordt pendelen genoemd. De roodgloeiende stukken aardewerk worden één voor één met behulp van een raku-tang en vuurvaste handschoenen direct in een ton geplaatst. In de ton en over het aardewerk legt men hooi, stro of zaagsel. Door de hitte gaat het hooi even branden en ontstaat er rook. Het deksel gaat dicht, waardoor de zuurstof aan de klei wordt onttrokken. De rook trekt in het hete aardewerk en zo ontstaan de kenmerkende zwarte barsten in het glazuur. Dan gaat het in het werkstuk zitten soms. Ja, dicht. Kan weer veranderen. Ja, dat is die elektrische. Lekker poetsen, ja. Het raku-aardewerk blijft voor ongeveer 15 minuten in de gesloten ton. Daarna wordt het aardewerk gekoeld met water. Dan
Het is bijna zes. Ja, roze. Deze was acht. Ja, die moet je opzichtig hoor. Voor een mooi eindresultaat wordt het aardewerk met een schuurspons, schuurmiddel en water schoongepoetst. Zo goed gestapeld is misschien, de rook erbij kan komen. Vandaag is er veel aardewerk en wordt er in twee etappes gestookt. Kan het schaap daarnaast of niet? Het resultaat is zelfgemaakt, mooi gekleurd krakelee-aardewerk dat alleen te bereiken is door middel van de raku-stooktechniek.